Yo, kijk zo niet op TV, daar heb ik het een nieuwe aflevering van GTA 3. Ik heb de vorige aflevering een beetje gestrand, ik kwam niet verder, dus ik ga gewoon nog een keer proberen. Volgens mij is het de laatste missie die bij J gedaan kan worden. Dus ik heb er snel een iets stevige auto gejat, althans dat hoop ik. Ik ga gewoon iets voorzichtiger rijden. Ik heb even een beetje rondgereden door de wereld waar een beetje politiesterren liggen. Ik heb er onder andere hier eentje in de buurt gevonden. Even kijken hoe ik precies moet rijden. Volgens mij was die hier af. En dan hier ergens. Wat ik dacht. Ja, hier ergens. Ja, kijk eens, daar ligt hij. Bij de schans. Ik weet niet precies hoe ik er moet komen, maar dat zie ik dan wel. En laten we eerst even snel de bank gaan overvallen. Dat moet voor 5 uur. Anders is de missie sowieso failed. En ik weet niet, dus dat alle politiesterren en alle extra items een beetje op stop liggen tussen de gebouwen. Dus daar moet ik ook zo rekening mee gaan houden. Dus als ik dat soort items zoek, moet ik dus even tussen de gebouwen doorlopen. Of rijden. Of... Wat ligt daar dan? Oh, een package. Het zal waarschijnlijk wel later wat hier zijn. Zoek later wel uit waar dat precies is. Ik ging gewoon heel voorzichtig trouwens ook rijden dat mijn auto niet even beschadigt. Want iedere beschadiging, alles wat ik dus kon verrijden of raak, levert best wel veel damage op. Dus dat ben ik even zo te doen. En volgens mij klinkt het behoorlijk hees en hol. Ik weet niet wat het is met mijn stem vandaag. Maar mijn excuses ervoor. Come on, bitch. Got into my car. Jongens, doe eens rustig met jullie wapens. Get to the bank on the main drag. Ja, I know. Ik weet precies wat jullie willen van de vorige episode nog. Gewoon vrij rustig rijden nu. Nothing on the hand. Pep, pep. Ik denk dat deze game niet heel erg groot is. Het is een wereldmap, dus... Ik denk dat de stappen gaat ook moeilijk worden hier. En vooral hier in deze stad, waar meer ruimte had. En je kunt namelijk niet zwemmen in deze GTA. Weet ik nog van vroeger. Dat de PlayStation speelde. Bij een neef van mij altijd. Maar wij lagen achter ook iets. Boom, boom. En alarm. En ieder moment. Je dacht met instappen. De politie is already here. Hey, Mr. Policeman. Wow, stop met pushen. Wat is kleren? Het auto rookt nu al. Ik wil die anti-ster hebben. Dat is wat ik nodig heb. Dan kom ik zo die chopper kwijt. En dan moet ik zo snel mogelijk terug naar... nog zo'n politiestation te vinden. Aan één ster kan ik op zich wel kwijtraken. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Ik moet even een beetje rand van de mappen opzoeken. Vooral niet hier. Dus een andere rand van de map. Ik heb ook een les met last van een lekke band. Een beetje gas geven. Ik zoek nog een andere anti-politiester. In het begin van de episode zei. Ik kan me nog nergens oriënteren. Don't hit my car! You stupid bitches. Dus al die agressie van die politieagenten. Wow. Ze worden ook niet eventjes heel makkelijk. Nee, gewoon blijven beuken. Oh god. Vorige episode. Problemen. Don't move my muscle. Ik heb geen auto. Beter dan niks. Hop, beter dan niks. Beter... In ieder geval, ik heb iets. Waarmee ik kan rijden. Is die hier af? Dan kan ik dit hekwerk hier op ver rijden. Best wel enorm chill zijn.
Ja, dat kan. Oké. Eén stem minder. Hele bergpolitie achter me aan. Hier kan ik overheen. Heel erg chill. En hier moest er nog ergens een antister liggen. Nog kon herinneren. Oh, dat is een life. Op zich ook niet verkeerd. Maar daar heb ik nu even niks aan. Niet hier. Hier blijf staan. Even wat draaien. In case of emergency. Kom politie, ga eens weg. Dus doeg. Doei, op bokken politie. Weg. Weg. Ga eens donuts vereten. Bij bitching dogfood. Kom, politie, op donderen. Ik heb niet de hele dag de tijd. Goed zo. Dit valt ook echt niet op. Ik kom met de politieauto hier rondrijden. Ik zat heel dicht bij het politiebureau, dat wist ik. Dus ik kon ook zo niet die kant op. Hé, hey, politie, ik heb een autootje van jullie te leen. Ik kom alleen nooit terug, alleen in stukken. Kijk, gaan we hier naartoe. Oh god, nee. Nee, niet weer een auto in de fik. Are you fucking kidding? Heb ik de missie fucking gehaald? Wat gebeurt er? Blazen die gasten zichzelf op. Wat een stelletje idioten. Stelletje retards. Echt waar, Jezus. Hier kan ik nog een missie starten als het goed is. Dat kan ik wel even gaan proberen. Ik weet niet wat dit voor missie is. Oh god, nee. Met deze auto? Wat is dit? Dat was de auto die ik moest hebben. Draai, draai, draai. Dat zijn de snellere auto's volgens mij in deze game. Get out. Oké, okay. Dat zijn de snellere auto's. Blaas ik de auto op. God dang it. Another mission failed. Super duper great, Ido. Moet je vaker proberen. Ik heb best goed laten zien missies verneuken. Wacht, ik kan die andere missie niet herproberen. I don't freaking care. Hop. Daar gaan we. Poging 6. Wat dit? 7? 4, 5? Ik weet niet. Ik had hem de vorige keer eigenlijk gehaald. Maar toen blaasde mijn auto op en ze liepen niet weg. Je snapt dat een brandende auto kaboom doet. Sis kaboom bam. Zelfde tactiek. Zo snel mogelijk die antisterren. Moet ik zien te krijgen. Zo snel als maar kan. En aan de hand daarvan. Zo snel mogelijk naar die. Blaah! Taxistandplaats. En dan wachten. Dat is de tactiek die ik nu ga doen. Zoep. Kijk, daar komen ze weer. Onze drie helden op sokken. Schiet op, jongens, ik heb niet de hele dag de tijd. Ik moet een bank overvallen.
Oh nee, ik heb damage aan mijn car. Gaat geven! Kijk, want hier zit dus de politiester. En in dat parkje. Nou, daar gaan we. Die sirene kan ik alleen niet uitzetten, dat is wel jammer. Mijn headset mij wat zachter. Helemaal gek ervan. En alarmpje gaat zo meteen af. Oké, in ieder geval één stem minder. Dus nu. En dan moet ik dus hier naartoe. Dan moet ik deze straat helemaal uitrijden volgens mij. In ieder geval een heel stuk. Ik heb nog de hele verkeerde straat. De hele verkeerde straat. Ik ga deze kant op. Er is steeds politie achter me aan. Ik moet gewoon hier gaan staan. Hier gewoon even wachten. Dat zou op zich wel heel handig zijn als ik zo gaan werken. Kom op, police. Ga eens donuts vreten nu. Kom op. En doe wat nuttigs met je leven. Oh ja, ik heb weer 3 sterren. Fuck. Waar ben ik? Hier. Ik weet wel waar ik ben, thuis. Maar dat is een ander verhaal. Alleen van die helikopter had ik niet zo bij. Die ook niet ergens een anti-ster. Jongens, ga niet bovenop me liggen. Ik heb helemaal niks aan. Gewoon een kleine tip. Open je Wat doet dit? Wat zijn de kant? Oh, dat is body armor. Jongens, instappen. Ik wist dat hier eigenlijk wat lag. Alleen niet wat er lag. Het is van die helikopter af zien te komen. Dat is echt het probleem. En misschien een nieuwe auto. Dat zou ook wel handig zijn. Zoals hier. Kom op jongens, instappen. Rijden. Het rijdt voor geen meter, maar het rijdt. Daar gaat het om. Dat ik maar weg kan hier. Die politieauto was toch kapot. Hop. Is er een motorkap nodig? Heeft de motor meer lucht? Jongens, is dat onschuldige burgers hier die vermoorden? Zie je niet ergens die bank? Ja, hoe kan ik nou handig oplossen? Ik moet van die politie af. Dat is wat moet gebeuren. Mooi, ze zien mij daar niet. Nee, die chopper zit hier achter me aan. Goed van... Godsamme! Laat dat! Jongens, ik denk dat Mission failed is. Auw, rij me nou niet over. Stelletje. Klootzakken. Ga weg. Give me that car. Oké, die had het op de kloppen. Ik ben weer dood. Ik had die derde politie niet bij mogen krijgen.
Dit gaat echt helemaal mis. Ik ga de volgende episode nog een poging proberen. Dus, leave a like, subscribe en tot de volgende keer. Tschüss.